Hi, mijn naam is Hart-Jan van Erkel en je kijkt naar de vijfde aflevering in mijn videoserie Hoe je geld verdient in onzekere tijden. En in mijn bedrijf help ik experts om de bekendste naam in mijn markt te worden. Dus deze video is bedoeld voor dienstverleners en andere experts zoals coaches en trainers. En ik ga je twee tips geven in deze video over hoe je een moeilijke tijd kunt overleven, zoals bijvoorbeeld nu die met het coronavirus. En de eerste is om in jouw business op dit moment niet te focussen op jezelf. Dus niet de nadruk te leggen op jouw eigen zenuwen misschien die je hebt over hoe je je omzet op peil gaat houden, hoe je ervoor gaat zorgen dat je overleeft. Mijn tip aan jou is om juist je te realiseren dat jouw klanten ook in diezelfde zenuwen zitten en om na te denken over manieren waarop je die zenuwen voor hun kunt verlichten. Dus wat is nou het grootste probleem waar jouw klanten zich op dit moment tijdens zo'n crisis zorgen over maakt? En hoe kun je daar op dit moment bij helpen als ondernemer? Dus pak jouw verantwoordelijkheid als ondernemer. Wij zijn toch een soort van, de gedeelte van de mensheid dat gewend is aan risico's. We zijn gewend aan het ondernemersrisico. We zijn gewend aan initiatief nemen. We staan bekend om onze creatieve vermogens. Dus pak ook die voortrekkersrol in jouw bedrijf. Laat zien aan jouw klanten dat je ze gaat helpen en focus daarbij vooral op hun en denk niet te veel na over hoe het nu moet met jouw bedrijf. Dus mijn tip aan jou is, kijk naar manieren waarop je ze nu kunt helpen bij hun allerdringendste behoeften, hoe je hun zenuwen daarover kunt wegnemen en ga desnoods daarbij gratis een handje helpen. Dus, als het over het coronavirus gaat, is het natuurlijk handig als je daarbij online manieren gebruikt. Denk bijvoorbeeld aan een hotline die je nu tijdelijk openstelt voor klanten als ze een probleem hebben. Of organiseer live Q&A sessies via een online sessie. Je zou een goede klant kunnen uitnodigen voor een adviesgesprek als die omhoog zit. Gewoon in de open lucht bijvoorbeeld, ergens op een bankje of tijdens een wandeling. Doe een paar dingen gratis in deze onrustige tijd, zodat je klanten gerust kunt stellen en kunt helpen. Focus niet op geld verdienen, maar focus op klanten helpen. Dat gaat je ook het beste gevoel geven over wat jij nu betekent in de samenleving en ook in jouw bedrijf als ondernemer. En long term is het ook, het is zowel goed voor jijzelf als voor de relatie met je klant. En er is ook nog ik geef je ook nog een tip om meer geld te gaan verdienen in zo'n periode als deze. Een tip waardoor je minder klanten nodig hebt om meer te verdienen. Dus waarbij je eigenlijk met een veel kleiner aantal klanten dan je normaal misschien nodig zou hebben, meer kunt verdienen dan per klant dan gewoonlijk. Zelfs vele malen meer dan gewoonlijk. En waarop je het segment binnen jouw klantenportfolio aantrekt die op dit moment het meest nog bereid zijn om te investeren. En ik zal je een verhaal daarover vertellen. Ik was een tijdje geleden bij een concert, toen alle concertzalen nog open waren. Het was een concert van Tim Knol in Paradiso. Hij was toen aan het vieren dat hij 10 jaar op de planken stond. En ik vind hem een held. Hij is een hele leuke singer-songwriter uit Hoorn. En een jonge gast en maakt hele leuke liedjes, vind ik zelf. En ik was natuurlijk ook bij zijn jubileumconcert. En het viel me daarop dat wij allemaal, we stonden daar als een heleboel oude lullen in die zaal, want hij speelt Americana, dat is zeg maar een beetje verantwoorde country en western. En er stonden heel veel oude lullen, zoals ik in de zaal. En het viel me op dat wij daar allemaal gelijk behandeld werden. Dus we hebben allemaal bijvoorbeeld hetzelfde kaartje, dezelfde ticketprijs betaald. Ik denk, weet ik het, €18 of zo. En na afloop van het, of tijdens het concert, zijn nog een paar keer zo besmuikt dat er ook nog cd's en lp's en t-shirts gekocht werden op de merchandise tafel achteraf. En dan ging hij dan zelf ook staan, een beetje grappen maken en signeren en selfies nemen met klanten, met fans. Het was niet zo heel druk bij die tafel en er lagen allemaal items op van die dan ook een paar tientjes kosten. Ik kreeg van de week ook een Facebook update onder de ogen van hem, waarin hij zei van ik heb 11 concerten van mij zijn afgelast. Ik ben maar een hele lange wandeling gaan maken van Amsterdam naar Hoorn van 40 kilometer vandaag om een beetje mijn hoofd helder te krijgen en omdat ik hier wel verschrikkelijk van baal. Ook omdat ik net een nieuw huis heb gekocht en eigenlijk mijn buffers nu net op waren. En wat hij vervolgens deed op Facebook was een aanbod doen van ook weer iets wat een paar tientjes kostte. Van een concert waar je bij kon zijn met nog een onbepaalde datum bij hem in de buurt van zijn nieuwe woning in een kerkje dat ergens op een eiland stond. En wat me daar dan opvalt is dat hij elke keer inzet op hele lage
ticketprijzen, zeg maar, hele lage opbrengsten per sale. En in een tijd zoals deze zou ik je aanraden om juist het omgekeerde te doen. Om juist een VIP-aanbod te doen op dit moment aan je klanten. Dus iets waarbij je ze op een veel hoger niveau gaat helpen. En waarbij je een veel hogere stukprijs vraagt voor jouw dienst dan je normaal gesproken zou doen. Voor een meer massaproduct, zeg maar. En ik zal je zo een voorbeeld daarvan geven. Sterker nog, een voorbeeld uit de muziekindustrie is bijvoorbeeld, als je naar een concert van Beyoncé gaat of van Jay-Z, dan kun je een gewoon ticket kopen. En dat kost dan voor zo'n stadion, denk ik, misschien 3 tientjes. En dan sta je gewoon op het veld. Maar je hebt ook 6 verschillende VIP-niveaus in de ticketing voor die concerten van Jay-Z en Beyoncé. Je kunt bijvoorbeeld, het duurste kaartje is volgens mij €830. En dan zit je pontificaal vooraan op een podium voor het grote podium. Je krijgt een rondleiding backstage. Je mag vragen stellen aan de roadies. Je krijgt toegang tot een exclusieve VIP-bar voor drankjes zonder dat je in de rij hoeft te staan. En je krijgt volgens mij ook een gesigneerde CD of DVD van het optreden. En daaronder zitten dus ook nog 5 andere VIP-niveaus voordat je bij de reguliere ticketprijs komt van 3 tientjes. En dat kun je in jouw business ook doen. Dus een veel hoger niveau aanbieden waarbij je klanten 1-op-1 helpt en waarbij ze betere resultaten krijgen. En je dan wanneer je ze bijvoorbeeld in een groep zou helpen of met een standaard product zoals een online training. Je trekt daarmee de meest daadkrachtige klanten onder in jouw klantengroep aan. Mensen die blijven investeren. En je maakt een veel hogere marge per klant. Plus je hebt ook maar heel weinig klanten nodig om op deze manier geld te verdienen. Elke keer als je 1 sale doet, betekent dat misschien voor jou al dat jouw schoorsteen in ieder geval blijft roken voor een week of misschien wel voor 2 weken. En dat je je team kunt blijven betalen, je locatie, je pand kunt blijven betalen. En dat je ook jezelf kunt blijven betalen. Dus VIP-level toevoegen aan je business is sowieso een heel goed idee. Maar zeker in onzekere tijden kan je dat drijvend houden zolang de echte crisissituatie voortduurt. Plus dus mijn eerste tip. Focus op het helpen van je klanten en focus niet al te veel op je eigen omzet op dit moment. Dus dat is iets wat je daarnaast kunt doen. Gewoon helpende hand reiken, mensen uit het water trekken, weer op het droge, zodat ze zichzelf weer kunnen redden. Heel veel succes. Morgen komt video nummer 6. Ik zie je dan.